De Eusebiuskerk in Arnhem blijkt na twee eerdere restauraties in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw opnieuw aan een ingrijpende opknapbeurt toe. Het gebouw dat tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 grotendeels werd verwoest en later grotendeels in de oorspronkelijke staat werd herbouwd, kampt met een aantal bouwtechnische problemen die bij eerdere restauraties nog niet werden gesignaleerd of opgelost. De restauratie, dames en heren, van onze Eusebius-toren is alweer een tijdje aan de gang. De toren moet volgens plan in 1994 klaar zijn. In ieder geval nog voor de 50-jarige herdenking van de Slag om Arnhem. De vraag is echter of het allemaal financieel haalbaar is. En dat is nu in 2011 ook weer de vraag. Bij de restauratie in de 90e jaren zijn onder andere een aantal ornamenten vervangen door ornamenten van een duurzamere soort tufsteen. En een aantal beeldhouwwerken en pinakels werden opnieuw vastgezet. Maar toch zijn er ook nu weer een aantal beeldhouwwerken die dringend onderhoud vergen. Zo vertonen veel ornamenten, beeldhouwwerken, pinakels en dergelijke scheuren en blijkt de natuurstenen bekleding van de toren niet goed te zijn verankerd. Dat is natuurlijk op zich niet zo heel bijzonder. Je ziet dat eigenlijk bij alle grote kerkgebouwen, zelfs breder nog alle grote oude gebouwen, daar zie je van dat ze eens in de zoveel tijd aan een hele grondige onderhoudsbeurt en soms een restauratiebeurt toe zijn. Dan kan je natuurlijk afvragen, moet dat dan ook bij de Eusebius? Kan je niet voor alternatieven kiezen? Voor mij is de Eusebius zo'n belangrijk gebouw in de stad en zo'n icoon voor Arnhem, dat ik het heel erg de moeite waard vind dat we daar dus met elkaar ook aan werken om die weer in de goede staat terug te brengen. De lantaarn van de toren, die begint op een hoogte van circa 50 meter, vraagt relatief een beperkte ingreep. De komende 16 maanden, het werk moet uiterlijk eind 2012 worden afgerond, wordt ongeveer 10% van de huidige natuursteen vervangen door een duurzame soort. Ja, het project wordt in een aantal fasen uitgevoerd en we zijn vandaag begonnen met de eerste fase en dat is het bovenste deel, de zogenaamde lantaarn. De kosten daarvan zijn 4 miljoen. Dat geld is er ook. De gemeente heeft een paar jaar geleden daar geld voor apart gezet. Het Rijk draagt daaraan bij. Er zijn fondsen die eraan bijdragen. De volgende fase, dat zijn de twee delen daaronder. Daar worden op dit moment plannen voor gemaakt. Maar dan praat je in ieder geval, dat weten we nu al, over echt aanzienlijk hogere bedragen. Tientallen miljoen. Het Rijk zal verreweg het grootste deel bijdragen. Maar het Rijk draagt natuurlijk alleen maar bij als de gemeente laat merken dat ze het belangrijk vindt. En we laten merken dat we het belangrijk vinden door zelf ook een bijdrage te geven. Dus via die constructie betaalt de Arnhemse inwoner daar straks ook aan. Of dit een gezegend project gaat worden of niet, dat weten we natuurlijk geen van alles als we hier staan. Maar het feit dat het vandaag voor het eerst sinds heel lang weer mooi weer is. En dat er zelfs vanochtend nog voorspeld werd dat het vanmiddag slecht zou zijn. En dat het zo mooi is als het nu is. Dat geeft mij in ieder geval veel vertrouwen. En dan is het leukste als hij omhoog gaat. Ja. Ja, ja. Wat daarbij voor mij een ontzettend belangrijk element is, is de betekenis van het gebouw voor de stad Arnhem. Het is een kerk, er worden ook nog steeds kerkdiensten gehouden. En dat moet, als het aan mij ligt, ook vooral zo blijven. Maar ik ben ervan overtuigd dat de kerk, dat dit gebouw een nog veel prominentere plek en een veel prominentere rol in onze Arnhemse samenleving kan spelen dan op dit moment gebeurt. En volgens mij is die combinatie van dingen is heel erg belangrijk. Dus dat we het niet alleen hebben over het gebouw, het uiterlijk van het gebouw, maar door de functies die het gebouw in de toekomst zal hebben voor Arnhem, dat het weer een veel belangrijker icoon, een veel belangrijker onderdeel van onze samenleving wordt. En de volgende presentje. Schitterend. Prachtig. Dankjewel. Wel. Ja. Hoe heet
Dus, heel goed. Dankjewel.